Voorzitter, wij vinden het verstandig dat de minister-president nu aangeeft dat een deescalerende rol van belang is. We zouden hem echter wel de vraag willen stellen of op de bewuste zaterdagavond er diplomaten zijn vastgehouden en voor een korte tijd gevangen zijn gezet. Klopt dat of klopt dat niet? En zo ja, wie heeft daartoe de opdracht gegeven? Het is zo dat in de chaos van die nacht Turkse diplomaten mogelijk enige uren hebben vastgezeten. Dat zoeken we helemaal uit. Ik heb tegen de Turkse premier gezegd, als dat zo zou zijn, dan betreuren we dat. We willen het eerst helemaal uitzoeken. In mijn contacten die nacht, het betreuren betreft dan het vastzetten van twee Turkse diplomaten. Het was een chaos en we willen ook precies weten of die Turkse diplomaten er zelf aan alles aan hebben gedaan om te voorkomen dat wij niet zouden weten dat het Turkse diplomaten zijn. Dus dat zoeken we allemaal uit. Als dat zo zou zijn, heb ik tegen de Turkse premier gezegd, dan betreuren we het feit dat zij vastzaten. Ja, dat is het antwoord. Voorzitter, de minister-president geeft aan dat hij daar grondig onderzoek naar gaat doen. En ik zou van hem dan ook de toezegging willen dat hij die informatie met de Kamer gaat delen. En op welke termijn? Ja, de heer Kuzu zoomt nu wel in op een heel klein element, eerlijk gezegd, van die nacht. Ik was ook wel heel benieuwd even uit zijn mond te horen hoe hij reflecteert überhaupt wat er die dagen is gebeurd. En ook de opmerking van Erdogan in de weken daarna over Nederland, over Srebrenica, over het fascisme, over het nazisme. Het valt me eerlijk gezegd op dat ik hem daar niet over hoor. De heer Kuzu. Voorzitter, het is dan aan de minister-president dat hij selectief luistert. Want ik heb wel degelijk gezegd dat Nederland geen fascistisch land is. Dat Nederlanders geen fascisten zijn. U vindt het wel goed dat hij dat zegt? Mag ik ook, voorzitter? Want hij stelt mij een vraag. Ik wil ook op uw plek gaan zitten, maar u bent gekozen. Wat ik wel aangeef is dat xenofobie, nationalisme een oprukkend probleem is. En ik denk dat het wel van wezenlijk belang is dat dit kleine onderdeel de escalatie tussen beide landen verder onder druk heeft gezet. En ik zou graag van de minister willen weten of hij de vraag die ik net heb gesteld wil beantwoorden. Die heb ik zojuist beantwoord. Men blijft mij verbazen dat de Turkse staatspresident zich uit over Nederland en Duitsland en zelfs rechtstreeks ook gericht aan de Duitse kanselier, dat zij ook persoonlijk kan worden beschuldigd van fascistische tendensen. En dat het heer Kuzu alleen hoort over het opsluiten van twee Turkse diplomaten. Dank u wel.